Hallo, we staan hier in speeltuin Bankaplein bij de start van het project Avontuurlijk Spelen. En het is mooi dat 6 speeltuinen in de gemeente Utrecht mee gaan doen met het avontuurlijk spelen stimuleren. En dat betekent dat we vanmiddag hier in de speeltuin allemaal nieuwe speelspullen krijgen om mee te spelen. Dat is leuk voor kinderen, dat is goed voor kinderen. En daarmee kunnen ze ook nieuwe uitdagingen aangaan. En er zijn 6 uitdagingen om aan te gaan voor kinderen, namelijk spelen op hoogte. Dus kinderen willen graag hoog en klimmen. Spelen op snelheid, ze willen hard gaan en dingen op wieltjes vinden ze mooi. Stoeispelen, een beetje dat fysieke vinden ze tof. Dan heb je ook nog uit het zicht spelen. Dus om het hoekje spelen, dat wij het even niet zien. De 5e is spelen met gereedschappen. Daar heb ik heel mooie voorbeelden van gezien met zagen en hamers. En de laatste is spelen in de buurt van water en van vuur. En dat heb ik nog niet gezien, maar dat gaat misschien nog komen hier. Nou, een prachtig project. Straks gaan we de avontuurschuur openen en kunnen de kinderen spelen met spullen. Nou, wat gaaf. 3, 2, 1, 0! Ja, ik sta hier bij de Loons Bar, zoals het heet in het Engels, spullen om mee te spelen. En dat is hartstikke mooi om de kinderen ermee aan de slag kunnen. En dan gaan ze avontuurlijk spelen en kunnen ze zelf bedenken wat ze daarmee doen. Met wie ze dat doen en hoe ze dat spelen. En dat is het mooie van Loons Bar. Het heeft oneindig veel mogelijkheden. En dat daagt kinderen uit. Je leert ze hun grenzen verkennen, hun grenzen overgaan en nieuwe dingen ontdekken en samenwerken. Het is goed voor kinderen en dan heb je wel deze spullen. Wij zien het als speelzooi als volwassenen, maar kinderen zien het als een beetje spelen en dat is gaaf. Ik ben een doos aan het kapot maken en iedereen noemt mij ook dat ik heel hyperactief ben en dat is heel druk. Maar dat is ook zo, want ik hou gewoon ook van stoken. Dus ja. Oké, bij avontuurlijk spelen kunnen kinderen hun eigen gang gaan. Dus ze bedenken zelf hoe en wat ze spelen. Maar dat levert voor ons als volwassenen soms dilemma's op. Dan vinden we het ingewikkeld. Moeten we nou wel of niet iets zeggen? Moeten we ingrijpen of niet? En je ziet achter mij een voorbeeld van een jongetje dat wil zijn agressie een beetje kwijt. En dat kan je ook toestaan. Hè? Want dat heeft hij nodig. Nou, en deze jongen heb ik verteld van, met die hamer mag je deze koffer maken. En dat is dan oké. Dus onze rol als volwassenen moeten we goed over nadenken. Loslaten, vertrouwen op het kind en laten gaan. Het is belangrijk voor kinderen dat zij hun eigen tijd en ruimte hebben om te bedenken wat ze zelf kunnen doen. Ja, leuk dat al die kinderen hier vooral hun eigen gang op kunnen gaan en dat wij er vooral bij kunnen staan zonder iets te hoeven doen. Dat is wel, ik heb altijd al gewild dat mijn kind aan het werk gaat, maar nu hier is het moment. Hij is aan het typen op het toetsenbord. En, wij kunnen genieten van de rust voor onszelf, maar het is wel echt leuk om te zien dat alle kinderen, dat alle spullen die zo gecentreerd stonden hier, dat zo langzaam zich uitbreidt door de hele speeltuin. Wat zei je?